Welkom bij de podcast van Lean Leadership. Wij zijn Maarten Bossers en Caroline Massa. En in deze serie spreken we met elkaar over slimme processen en sterk leiderschap. Onze eigen ervaringen, onze onwetendheid, maar ook onze nieuwsgierigheid gebruiken we als leidraad. Veel plezier met deze aflevering. Dag Maarten. Caroline. Goh, ik kijk er naar uit. Ja. Jij wel. Ja, ik ga je wat rillen vandaag. Ik ga je op de rooster leggen. Je gaat me op de rooster leggen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Want we gaan het hebben over Six Sigma. Ja, klopt. Yes. En aangezien jij op je cv hebt staan dat je een Lean Six Sigma Black Belt bent, ja, ga ik ervan uit dat je daar heel veel van weet. Ja, dat klopt. Je mocht daarvan uitgaan. Ik ben inderdaad een Black Belt Lean Six Sigma. Ja. Maar, en ik heb daar ook wel wat ervaringen. Dus... Je hebt er ook wel wat ervaringen. Ja. Hè? Want waarom... Hebben we dit topic eigenlijk gekozen? Beetje nog op mijn vraag. Mm-hmm. Lean ken ik ondertussen wel. Ik begrijp het, ik voel het, ik gebruik het. Je bent expert, Caroline. Expert zou ik mij niet noemen, maar ik ben toch wel goed expert. Op weg om er echt beter in te worden. Expert. Oké. Okay. Maar Six Sigma, dat is voor mij toch iets waar ik eigenlijk niets van weet, bij wijze van spreken. Ik zou ook niet weten wanneer ga ik nu, zou ik nu Six Sigma gebruiken. Hoe gebruik je dat? Waar gebruik je dat dan? Maar die twee worden wel altijd samen, of heel vaak samen vernoemd. Ja, die worden samen vernoemd en ik snap dat eigenlijk ook niet zo goed. Waarom dat die altijd vaak in één adem worden genoemd. Klopt. En er zijn natuurlijk wel gelijkenissen, zeker als je naar de tools gaat kijken die de twee methoden of de twee stromingen eigenlijk gaan toepassen. Dus er zit wel wat gelijkenis tussen die methodes. Maar eigenlijk, er zitten ook wel heel wat grote verschillen. Ja. Ja, en ze hebben ook een andere ontstaansachtergrond, denk klopt, ik. Klopt. Dus er valt wel iets te vertellen over Six Sigma. We gaan daar zeker 22 minuten over kunnen vullen, Katrien. Ja, denk het ook. Dus waar zouden we starten? Misschien moeten we starten met de naam zelf, Six Sigma. Mm-hmm. Six Sigma staat voor de 6 is 6. En Sigma, dat is het Griekse symbool. En dat brengt ons eigenlijk terug naar het einde van het middelbaar, waar dat we voor de eerste keer statistiek kregen. En Sigma staat voor de standaardafwijking, de standaarddeviatie. Deviatie, ja. Zoveel herinner ik mij nog. Ja, en nu moet ik dat dus uitleggen. Hè. Dus ik ga dat proberen uit te leggen aan de hand van een voorbeeld van een katapult. Hè. Dus je hebt een katapult. In die katapult steek je een balkje, je trekt aan de elastiek. En dat balletje wordt op een doel geschoten. Hè. En in principe, als je altijd dezelfde parameters gebruikt, hè, dezelfde afstand tot het doel, dezelfde trekkracht gebruikt, dezelfde sterkte van de elastiek gebruikt, in principe zou je dan denken, dan kom je altijd op dezelfde plek uit. Hè. Ja, er gaat altijd hetzelfde resultaat op. Maar dat is dus niet. Dus dat is niet zo. Je komt niet altijd op dezelfde plek uit. Er zit een variatie op dat proces. Mm-hmm. En dat noemt men dan de standaardafwijking. Het is eigenlijk de afwijking van wat men gemiddeld zou uitkomen. Oké. Nu, ook in dit geval, die katapult, je wilt toch tussen bepaalde grenzen komen. Hè? Dus je wilt toch dat die balletje uitkomt in een bepaald gebied. Hè? Laat ons zeggen, tussen een onder- en een bovengrens. Mm-hmm. Hè? Wat is dan Six Sigma? Six Sigma wil zeggen dat 6 keer de afwijking van de standaarddeviatie, dus de afwijking van het gemiddelde, dat binnen die specificaties valt. Oké, ja. We hebben daar een mooi artikel over geschreven. Dat kunt u veel beter verdiepen in die achtergrond. Via een podcast is dat wat moeilijk uit te leggen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat processen die Six Sigma zijn... Hè, zo noemt men dat ook, dat er maar een afwijking is van 3,4 defecten per miljoen. Wauw. Dus dat wil eigenlijk zeggen, dat katapultproces een Six Sigma-proces is, dus een zeer betrouwbaar proces is, hè, met zeer reproduceerbare resultaten, hè, dus een zeer robuust proces is. Dus als dat katapultproces een Six Sigma-proces is, dan van de miljoen keren dat je naar je doel schiet... Hè, tussen die twee grenzen, gaat je maar 3 keren echt afwijken. Buiten die grenzen vallen. Ja. En dat is natuurlijk, het resultaat is dat je een zeer matuur proces hebt, dat heel erg betrouwbaar is met een hele hoge kwaliteit. En Six Sigma is dus de methodologie om dat eigenlijk te bereiken.
ja. proces dusdanig ja, gaan optimaliseren dus Sigma, dat je... Six die... Sigma is de methode om je proces zo robuust, zo betrouwbaar, zo herhaalbaar te maken, dat je een zeer lage variatie hebt. Oké, goed. Ik snap het. Ja. Dat is al niet slecht. Dus het gaat hier echt over de kwaliteit van, ja, van uw product, van uw, ja. hè? Kwaliteit van uw, van, mm-hmm. van uw output. En meestal is dat product, ja. Ligt daar dan ook het verschil met Lean? Want als, hier zeg je echt, hier gaat het heel erg over de kwaliteit van het product, de kwaliteit van de output. Ja. Als ik naar Lean kijk, in hoeverre ik het begrepen heb, vertrekt dat eigenlijk toch van een iets andere benadering. Ja, Lean gaat echt rekening houden met de verspillingen. Hè? Dus gaat ja. alle verspillingen wegnemen in het proces. En een van die verspillingen is de kwaliteit. Mm-hmm. Dat is een van de seven ja. wastes, de defecten. Dus er is wel wat overlap, maar Lean gaat nog veel meer naar, naar andere breder dingen kijken, gaan. Ja. Waar dat Six Sigma echt een heel statistische methode is. Ja. Six Sigma is ontstaan bij Motorola in 1986. Dus dat is nog vrij jong eigenlijk, hè? 1986. Ja, ik dacht dat het inderdaad veel ouder was ja, dan dat. Lean is veel ouder, ja. hè? Dus is van na de Tweede Wereldoorlog. Six Sigma is van 1986. Motorola, elektronica-industrie, massaproductie ook, mm-hmm. Hadden op dat moment heel wat kwaliteitsproblemen. Kwaliteitsproblemen die zorgden voor heel wat klantenklachten, heel wat out-of-stocks, heel wat problemen eigenlijk. Liep fout. Motorola raakte hun klanten kwijt en zo. En dan was er een ingenieur, Bill Smith. Dat is echt zo'n typische naam, hè? Bill ja, Smith. Bill Smith. En ja, die bedacht eigenlijk een methodiek om echt op een systematische manier naar problemen, of in dit geval naar kwaliteit, te gaan kijken. En we gaan eens in detail gaan over hoe dat die methode eruit mm-hmm. ziet. Maar hij bedacht die methodiek. Hè? En hij ging die toepassen binnen Motorola op het productieproces. En het resultaat was dat de kwaliteit van de producten ging verbeteren. Een bekende naam ook op dat moment is Bob Galvin, dat is de CEO. Die zag dat Bill Smith daar heel succesvol in was en heeft dat eigenlijk uitgerold over heel het bedrijf. Niet alleen in die engineeringafdeling, maar eigenlijk over heel het bedrijf werd die methode toegepast en getraind. Hè. Later dan, als we dan de geschiedenis echt willen afmaken, Six Sigma wordt ook gelinkt aan General Electric, ja. Ook weer elektronica. En daar is het Jack Welch, de CEO, de bekende heel CEO, beroemde CEO die dit eigenlijk ook heeft, diezelfde methodiek ook... Die het heeft ook, opgepikt, gezien ja, dat het succesvol was. Absoluut. En gevulgariseerd, noemen we ja, en van dan. Daaruit is het dan waarschijnlijk de wereld een beetje gaan veroveren. Klopt. Ja, inderdaad. Okay. Als we gaan kijken naar de methodiek zelf, dan... En ik heb dan die black belt training gevolgd en ik denk in de eerste les, de eerste sessie, de trainer gebruikte daar het woord, ik zal het ook nooit vergeten, Six Sigma is echt wel een bazooka. Dus dat is een stevig wapen. Het is een stevig wapen. Met een grote vuurkracht. En hij zei toen ook, ja, een bazooka moet je niet richten op een konijn. Hè? Dus je moet geen bazooka... Spat je konijnen uit elkaar en dan blijft er niks van over. Dus, en het is ook zo, dat is ook meteen een van de grote nadelen van Six Sigma. Het is een zeer, een zeer zware methode, mm-hmm. waar dat je toch wel ook heel erg tijdsconsuming is, waar dat je heel wat met data moet gaan werken, echt moet gaan onderzoeken, moet gaan diepduiken. Dus, en dat is ook meteen een van de krachten natuurlijk, want je mm-hmm. gaat hier echt, deze methode gaat je echt kunnen toepassen op grote kwaliteitsproblemen, absoluut. Maar dat is ook een van de nadelen, namelijk, ja, het neemt veel tijd in, je bent er lang mee bezig. Een gemiddeld Six Sigma project duurt tussen de 3 en de 6 maanden. Mm-hmm. Hè. Dus je moet er goed over nadenken waar je het gaat waar inzetten. Waar je die bazooka gaat inzetten. Ja, en er zijn klopt. Een aantal
problemen, zal ik zeggen, of een aantal uitdagingen dus, waar je zegt, hier past het. Wat heel belangrijk is, is dat je in een massaproductieomgeving zit. Dus dat wil zeggen, een proces dat heel repetitief is. Ja. Want je gaat data verzamelen, gaat statistiek toepassen. Dus je moet grote... je moet een grote populatie hebben, noemen ze dat dan in de statistiek. Dank u. Ik was het woord even kwijt. Dus heel veel herhaling. Je moet ook meetbare resultaten hebben. Dat is ook niet in elk bedrijf van toepassing. Dus dat wil zeggen, je moet goed kunnen meten. Je moet veel kunnen meten. Veel parameters Zowel de input parameters, parameters, eigenlijk zal zeggen, de knoppen en de radertjes en de instellingen van de machine, die moet je goed kunnen meten. Die moeten heel betrouwbaar zijn. Ja. Maar ook... je eindproduct moet je ook goed kunnen meten. Dus die kwaliteit moet je ook goed kunnen meten. Hè. En dat zorgt ervoor... Ja, die gegevens zijn niet altijd beschikbaar. Die meetinstrumenten zijn niet altijd beschikbaar in bedrijven. Dat het ook moeilijker wordt om die methodiek echt goed te gaan toepassen. Een bazooka moet je ook gaan toepassen op deze bazooka op complexere processen. Hè. Mm-hmm. Het heeft geen zin om hiermee aan de slag te gaan bij eenvoudige problemen en eenvoudige... processen. En het gaat hier ook echt over kwaliteit. Hè. Ja. En dat is meteen ook het verschil met Lean, wat ik daarnet al zei. Eigenlijk is het zo dat Lean zegt 5% van uw efficiëntie, Lean gaat eigenlijk over efficiëntie, het wegnemen van verspillingen. Lean zegt 5% van uw verspillingen kunt je in het proces zelf gaan weghalen, maar 95% van uw verspillingen haalt je weg in alles wat er rond zit. Hè. Mm-hmm. Dus die andere 6 verspillingen hè, van Tim Hood, hè, die andere 6, dat gaat vooral over de randvoorwaarden en de organisatie van uw proces. Daar hebben we een andere podcast Dat over. Hebben we al uitgelegd. Ja, hè. Inderdaad. Maar dus... En dat is voor mij het grote verschil tussen Six Sigma en Lean. Six Sigma gaat echt focussen op het proces zelf. Waar dat Lean, dus echt over de techniek, de technologie van het proces, daar waar dat Lean zich een beetje op het proces focust, maar vooral de organisatie er rond. En wat ik daar dan vanuit mijn hoek echt wel in voel, is dat Six Sigma is minder bezig met gedrag, mensen, cultuur en al die dingen. Ja. Waar Lean dat heel sterk meeneemt in zijn methodologie. Ja. Six Sigma is echt, het gaat over cijfers. Ja. En we gaan die cijfers bijsturen. En we benaderen het probleem ook als een technisch probleem. Ja. Niet zozeer als een menselijk probleem. En vandaar, mijn energie ligt meer bij het menselijke dan bij het technische. Wat niet wegneemt, ik heb toch wel verschillende projecten, Six Sigma projecten gedaan. Ook succesvol gedaan. Het is een echte, een hele blauwe methode. Dus het is echt een stappenplan. En misschien moeten we daar eens op doorgaan. Welke zijn dan die stappen? Want er zit echt wel een strakke methodologie achter. Ja, en men spreekt over de DMAIC, of in het vakjargon de MAIC-methode. Ja. Dat zijn 5 letters. Mm-hmm. En de eerste stap is de define stap. Het definiëren. Een Six Sigma project, men spreekt er echt wel over een project... dat wordt ook als een project gedefinieerd. En hetgeen wat je in de eerste stap doet, is het definiëren van het probleem. Wat willen we hier eigenlijk gaan oplossen? Welk probleem willen we hier gaan aanpakken? Maar je gaat ook een scope gaan bepalen. Mm-hmm. Dus heel erg projectmanagement. Je gaat zelfs een projectcharter opstellen. Een projectcharter is, wat is mijn probleem? Met welk team ga ik dit doen? Welke resources heb ik hiervoor? Welke doelstellingen wil ik bereiken? Wat is mijn ROI? Return of on investment. Heel erg projectmatig. Ja, ik hoor daar smart doelstellingen in binnen. Dat zijn smart doelstellingen. Daar zouden we ook nog eens een aflevering over te maken. Inderdaad. Dus dat is de definiëringsfase. De definiëren, define, de eerste letter. Methodes die je daarin gebruikt, ik ga het niet allemaal uitleggen aan Caroline, ik ga er een paar laten vallen, is voice of the customer gebruikt hier, een projectcharter heb ik al gezegd, een stakeholder analyse, een value stream mapping. Dat zijn een aantal methodes die je in deze stap zou kunnen toepassen, afhankelijk van de situatie. Okay. Voice of the customer is bijvoorbeeld dat je je klant gaat bevragen. Ja, over... dan gaat je de klant bevragen. Wat verwacht hij? Over het probleem natuurlijk. Ja. Hè? Dus je gaat kijken naar wat zijn de verwachtingen van de klant. Ja, mm-hmm. Klopt. In een tweede fase, dus na die definiëren, komt de M van measure, het meten. Hè. In die meetfase gaat je in eerste instantie het probleem
nog concreter gaan omschrijven van waar gaat het hier eigenlijk juist over? Je gaat er echt induiken. Je gaat kijken naar wat zijn mijn doelstellingen of wat zijn mijn, mijn specificaties, hè, mijn onder- en mijn bovengrens van de katapult van daar straks. Je gaat ook kijken naar het meetsysteem. Ja. En dat meetsysteem, ja, gaat je onderwerpen aan een analyse van is mijn meetsysteem wel betrouwbaar? Hè? Dus je gaat het meetsysteem challengen. Oké. Okay. Dus een meetsysteem, analyse, MSA doen, een gauge R&R, dat zijn zo de moeilijke... Het gaat direct over statistiek, hè. Ja. En je meetsysteem... Oh, ik wil er niet te hard op induiken, maar je meetsysteem challengen wil zeggen, je gaat je meetapparatuur challengen. Gaat kijken, ja, kan die voldoende nauwkeurig meten, bijvoorbeeld. Maar je gaat ook je medewerkers die dat meetsysteem gaan gebruiken, die gaat je ook challengen. Je gaat bijvoorbeeld, een van de oefeningen die ik ook in een bedrijf gedaan heb, is 3 verschillende operatoren, ja, diezelfde test laten doen met een testset, en dan zien welk resultaat dat ze geven. Okay. En dan zien wat daar de variatie ja, die, op is. Ja. Dus je snapt, dit is een echte... Het gaat echt diep. Dit is heel technisch. Dit gaat, ja, over statistiek en is ook heel nuttig om dit allemaal te doen. Mm-hmm. Het is echt een bezoek. Hè. Het is echt inderdaad, dat is wat ik juist wil zeggen. Ja. Als je daaraan begint, dan moet het ook de moeite waard zijn om dat te doen. Absoluut. Ja. Ja. Dan komen we bij de A. Nee, we zitten nog bij het meten, want we gaan dan ook effectief gaan meten natuurlijk. Dus we gaan ook het resultaat gaan meten. We gaan data verzamelen en we gaan kijken naar hoe betrouwbaar is mijn resultaat. Hè. Dus dat alleen al vraagt veel tijd. En een inschatting van, ja, hoe groot is mijn probleem eigenlijk? Hè? Dus dat is de meetfase. Data verzamelen en zo verder. De derde fase is dan het analyseren. Dus we hebben die data ondertussen. Die data is ook betrouwbaar, want we hebben ons meetsysteem gechallenged. En dan gaan we de data gaan analyseren en we gaan eigenlijk op zoek naar oorzaken. Mm-hmm. Wat leren we nu uit die data? Wat zien we nu? En bijvoorbeeld wat we daar kunnen gaan doen, zijn parameters gaan variëren, bijvoorbeeld. Hè. We zien, als we die instelling veranderen, dan krijgen we een ander resultaat. Of als we dat 's ochtends doen, hè, hebben we precies een ander resultaat dan 's avonds. Ah, ja. En als die vochtigheid in het lokaal hangt, hebben we een ander resultaat. Dus je gaat eigenlijk je metingen gaat je analyseren. En je gaat op zoek naar mogelijke oorzaken. En in eerste instantie gaat je dat zo breed mogelijk doen. Alle mogelijke oorzaken gaat je benoemen, gaat je oplijsten. Zo'n brainstorm over wat er dan al zou kunnen een zijn. Een brainstorm op basis van weer die meetresultaten. Ja. In eerste instantie zo breed mogelijk en dan gaat je op zoek naar grondoorzaken. Ja. Je kunt dat doen op basis van je buikgevoel, maar eigenlijk zegt Sigma, nee, je gaat schrappen op basis van metingen, data. Op basis van data, op basis van observaties, op basis van experimenten. Het is een zeer empirisch model. Ja, klopt, mm-hmm, klopt. Echt feiten en cijfers. Ja. Ja, dat is de rode draad doorin deze aflevering. Fase 4, we komen dan bij de I, is improve of verbeteren. Wat gebeurt er in die fase? We gaan op zoek naar... oplossingen. Voor elke oorzaak die we gevonden hebben, elke grondoorzaak die we gevonden hebben, gaan we mogelijke oplossingen aanreiken. Mm-hmm. En ook dat gaan we eerst zo breed mogelijk doen. We gaan die brainstorm doen, ook weer op basis van data, naar zoveel mogelijk oorzaken. Om dan te gaan kijken naar wat is hier nu de meest waardevolle oplossing. Ja. En het meest waardevolle heeft te maken met wat heeft de meeste impact, wat kost het minste geld, en zo verder. Hè. Dus ook daar gaat je een aantal criteria voor samenstellen. En uiteindelijk, op het einde van die improve-fase, gaat je een aantal oplossingen kiezen en die gaat je ook effectief implementeren. Een aantal methodes in die improve-fase zijn bijvoorbeeld een brainstorm, de 6 denkhoeden Die Bono. Van die Bono, ja. Ja. FMEA. Failure Mode Effect Analysis, de PUG-matrix, die ken ik niet. DOE, Design of Experiments, mm-hmm, en ook trial and error, gewoon proberen, just do it, Nike. Oh ja, daar ben ik goed in. Ja. Dat kan ik. Ja. Dus dat is die vierde fase. Dan komen we in de laatste fase, dat is de control fase, het controleren. En wat natuurlijk heel belangrijk is, er zijn natuurlijk linken met Lean, bij Lean is dat ook belangrijk, dat is het borgen, het gaan controleren. Ja. We hadden een probleem, we hebben een aantal oplossingen geïmplementeerd en in de controlefase gaat je kijken, leidt dat nu tot het juiste resultaat?
is ons probleem. Verbeterd is de kwaliteit van het product effectief verhoogd. Ja. Dus hebben we de juiste resultaten en hoe gaan we het borgen? Hoe kunnen we dit nu stand houden? En het tweede luik daaraan is, dan gaan we het ook nog eens borgen. Hè. De oplossing is geïmplementeerd. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat geborgd wordt? Een aantal methodes die hier gebruikt worden, een aantal methodieken, dat is een controleplan. Controleplannen zeggen, we gaan opnieuw metingen doen en we gaan afchecken. Zijn die resultaten nu effectief verbeterd? Maar naar borging toe, spreken we over Pokajoke bijvoorbeeld. We spreken ook over visual management. We spreken over werkinstructies. Dus hier komt dan weer heel erg, de lean-methodes komen hier aan bod. Absoluut. Wanneer gebruikt. Ja, absoluut. Ja. Er is een overlap, hè. Zeker als we naar de individuele tools gaan kijken, dan zijn er een aantal zaken die ook terugkomen bij lean. Het grote verschil is ook die data, die cijfers die hier gebruikt worden. En ja, dat is ook meer time-consuming natuurlijk. Ja, inderdaad. En het vraagt misschien ook meer expertise om er mee aan de slag te gaan. En het resultaat is ook dat het ook veel kwalitatiever natuurlijk zal zijn, de oplossing. Gerichter. Veel gerichter, ja. Ja. Dat is zo... dat is een beetje de Six Sigma-methode. Ja, wel boeiend. Ik begrijp het nu alleszins waar het grote verschil ligt. Ja. Dat is voor mij al een win. Maar ik snap ook wel nu waarom je het minder tegenkomt. Het is gewoon complexer en zwaarder en moeilijker. En ik denk ook, wat ik daarnet al zei, het vraagt misschien ook best wel wat expertise en kennis om er echt mee aan de slag te gaan. Absoluut. Ja, zeker. Statistiek is heel belangrijk. Ja. Je moet heel goed begrijpen hoe dat die statistiek werkt, wat dat betekent. Ja. Gaat er een aantal berekeningen doen en die moet je natuurlijk goed kunnen inschatten wat daar juist mee wat bedoeld wordt. Wat betekent het natuurlijk. Nu echt? Want cijfers zijn zeer interpreteerbaar. En hetgeen waar minder aandacht aan geschonken wordt binnen Six Sigma, vind ik persoonlijk, dat is dat leiderschapstuk. Mm-hmm. Wat wij het leadership uit Lean Leadership noemen, dat hangt toch een beetje van de persoon af, hè, die dan de Six Sigma projectleider is. Hè. Ja. Ja, doelgericht en zeer analytische methode. Zeer analytische methode, absoluut. Ja. Is het iets wat jij jezelf ziet toepassen, Caroline? Dit is vragen naar de bekende weg, hè? niet echt. Is er iets waar je toch wel warm van krijgt, van dit? Boah. Ik kan wel inbeelden dat dat nuttig kan zijn. Ik kan wel zien, daar kan dat echt een heel grote toegevoegde waarde bieden, maar het is nu niet bepaald iets waar ik mezelf zie in uitblinken. Nee, wat ik er leuk aan vind aan die methode, en ik wil er toch een lans voor breken, wat je hier eigenlijk ziet, is een methodiek waarin dat al die statistiek op een heel eenvoudige manier toch nog wordt, echt in een stappenplan wordt gegoten. Ja. En dat maakt het net goed. Hè? Want... aan het zesde middelbaar krijg je die statistiek en als je juniorstudies gaat doen, krijg je nog statistiek. Hè. Maar dan gaan uitzoeken van hoe kunnen we dat nu in praktijk gaan toepassen. Mee, dat is heel moeilijk en de MAIC-methode, het Six Sigma-model, helpt wel statistiek tot leven te brengen. Ja. Dus in die omgevingen waar dat heel erg nuttig kan zijn, is deze methode echt wel iets wat een... aan te raden is. Maar die randvoorwaarden is dus inderdaad die grote populatie, die massaproductie of herhaalbaarheid. Zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te laten kennismaken met slimme processen en sterk leiderschap. Daarom is jouw steun zo belangrijk voor ons. Wil je ons helpen meer mensen te bereiken? Abonneer je dan op onze podcast en laat een review achter op jouw favoriete platform. Tot binnenkort.